In deze video gaan we kijken naar hoe je op dit moment belastingvrij kunt beleggen. We gaan ons dan focussen op twee manieren. Aan de ene kant is dat groen beleggen en aan de andere kant is dat pensioen beleggen. Van elk van deze twee vormen ga ik even kort samenvatten wat het nou precies is en hoe het dan op deze manier werkt. Zodat je later zelf kunt beslissen of het iets voor jou is bijvoorbeeld, iets waarmee je verder wilt gaan. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week twee video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt en waar je meer over wilt zien, abonneer je dan hier onderaan in het hoekje ergens op het kanaal. Dan mis je nooit meer een video. Maar in deze video gaan we dus kijken naar hoe je op dit moment belastingvrij kunt beleggen. Nou, zoals gezegd zijn er dus twee manieren voor. En de eerste manier daarvan is groen beleggen, ook wel vaak genoemd als groenfonds. En deze fondsen kun je dan vaak via een bank afsluiten. Dat zijn meestal de bekende aanbieders van dit soort fondsen. Als eerste heb je bijvoorbeeld de ASN Bank. Die heeft het Groen Projectenfonds. Maar ook de Triodos Bank. Die heeft een fonds genaamd Groenfonds. Behalve dat je op deze manier dus duurzaam aan het beleggen bent. Dat je echt in groenfondsen werkt. Die beter zijn voor het milieu, beter zijn voor de wereld. Heb je nog een ander voordeel natuurlijk. Dat is dus zoals gezegd dat je geen belasting hierover betaalt. Want de Belastingdienst heeft hier een aparte regeling voor dit soort groenfondsen. Belangrijk hierbij is dat het fonds een verklaring heeft van de Belastingdienst. Zodat ze echt een groenfonds zijn. Een zogenaamde groenverklaring. En op het moment dat het fonds dat heeft, voldoe je dus eigenlijk aan de eisen voor de Belastingdienst. En hoef je over de waarde van dit fonds dus geen belasting te betalen. Kijken nou naar wat deze vrijstelling inhoudt, dan betekent dat dat je op je normale vrijstelling, die van ongeveer 30.000 euro per persoon is, nog een extra vrijstelling krijgt. En deze is dan 58.539 euro per persoon. Dus mocht je samen met je man of vrouw investeren, dan kun je dit bedrag dus verdubbelen aan vrijstelling. En op deze manier heb je dus eigenlijk een bijna 60.000 euro vrijstelling waarover je dus geen belasting hoeft te betalen. Kom je nou boven dit bedrag uit, dus stel je hebt dus zeg maar 100.000 euro in een fonds geïnvesteerd, in een groen fonds, dan heb je alsnog een voordeel, want namelijk over het gedeelte wat je wel belasting over moet betalen, krijg je dan nog een extra voordeeltje van 0,7% extra vrijstelling op dus je dingen uit een groen fonds. Dus op deze manier heb je eigenlijk een best wel groot deel waar je geen vermogen over betaalt, of als je wel vermogensheffing bijvoorbeeld betaalt, dat je nog extra vrijstelling krijgt. Gaan we nou kijken naar deze fondsen, bijvoorbeeld bij de ASN Bank of die van Triodos, zul je wel zien dat ze de laatste jaren niet zo'n hoge rendement hebben gehaald. Nou is dat geen garantie voor de toekomst natuurlijk, maar je kunt wel zien dat het lager ligt dan het marktgemiddelde, zeg maar, wanneer je een indexfonds had gepakt. Dus ja, aan de ene kant ben je op deze manier dus ervoor aan het zorgen dat je minder belasting betaalt. Maar misschien is het wel interessanter om wel belasting te betalen als je meer rendement maakt en dus uiteindelijk toch meer geld overhoudt. Dus voordat je dit soort dingen gaat doen, natuurlijk kun je dat doen vanuit een goed oogpunt dat je goed voor de wereld bezig wilt zijn. Maar je wilt altijd aan jezelf denken, bijvoorbeeld aan je portemonnee. Dus kijk ook niet alleen naar van ja, op deze manier betaal ik geen belasting. Kijk vooral ook naar wat zijn de rendementen geweest de laatste jaren. En ben ik daar tevreden mee? Dat is dus voor iedereen anders. Dat is echt iets persoonlijks. Dus ja, dat moet je zelf je beslissing over maken. Ik denk alleen dat de meeste mensen zeg maar liever iets meer belasting betalen als ze een hoger rendement halen. En dus uiteindelijk meer rendement overhouden dan dat ze dus in dit soort situaties zouden doen. Een tweede vorm van belastingvrij beleggen is pensioenbeleggen. Deze vorm heb ik al vaker besproken en dat is ook iets waar ik zelf gebruik van maak. Via Brand New Day investeer ik zeg maar in mijn eigen pensioen, bouw ik nog zelf wat op. Dan moet ik hierbij wel aantekenen dat je belastingvrij op dit moment dus geen belasting betaalt, maar wel wanneer je het pensioenfonds gaat gebruiken, wanneer je het geld dat je op hebt gebouwd dus gaat gebruiken, dus wanneer je met pensioen gaat. Op dat moment ga je dan wel belasting betalen, maar dat is helemaal niet zo erg, dat is juist interessanter, want op dat moment wanneer je met pensioen gaat en je hebt een pensioenleeftijd, zijn de belastingtarieven die voor jou gelden een stuk lager dan voor wanneer je nog aan het werk was. Want zijn de meeste inkomensbelastingen op dit moment zeg maar tussen de 40 of als je veel verdient 50%. Wanneer je met pensioen gaat is dit vaak al richting de 30%, dus je betaalt een stuk minder over je vermogen. En wat het extra aantrekkelijk maakt is dus dat je nu geen belasting betaalt. Dat wil zeggen dat je op dit moment geld in kunt leggen voordat je inkomstenbelasting hebt betaald. Dus je kunt vanuit je bruto inkomen geld in gaan leggen. En dat zorgt er natuurlijk voor dat je snel veel geld kunt opbouwen gedurende de jaren. Want stel je zou 1000 euro investeren. Dat in dit geval is het dus bruto, dus je stopt 1000 euro erin en het blijft 1000 euro. Maar in de meeste andere situaties is dat je eigenlijk 1000 euro wil investeren. Maar eerst dus zoals gezegd
inkomstenbelasting moet betalen, gaat er zeg maar 40% van af. Dus van die 1000 gaat 400 euro af, hou je nog maar 600 euro over om te investeren. Nou, in dit geval kun je dus vanuit je bruto inkomen eigenlijk investeren en kun je dus die volledige 1000 euro benutten. Als je daar dus telkens die rendement op haalt van 7%, dan is dat zeker op lange termijn, zorgt dat ervoor dat je veel meer vermogen opbouwt. En tuurlijk betaal je aan het einde dan wel belasting hierover, over dit grotere vermogen, maar dat weegt natuurlijk niet op, omdat het vermogen en groter is en je tegen die tijd relatief weinig belasting betaalt ten opzichte van de belasting nu. Dus ik denk dat het een zeer aantrekkelijke keuze is. Dat is ook de reden dat ik hier gebruik van maak, maar er zijn nog een paar extra voordelen aan dit soort dingen. Het vermogen wat je namelijk bij dit soort dingen opbouwt wordt vaak niet meegeteld bij je eigen vermogen wat je hebt, zeg maar. Dus stel bijvoorbeeld bepaalde dingen voor de zorg, gaan ze kijken naar hoeveel vermogen heb je. Nou, dit pensioen valt dan vaak buiten dit vermogen, waardoor je toch... op papier lijk je dus eigenlijk minder rijk. Wat eigenlijk vaak alleen maar prettiger is. Want hoe meer geld je hebt, hoe meer dingen je zelf moet betalen. Dus het kan ook voordelen hebben omdat juist dat vermogen dus eigenlijk niet bij jouw vermogen wordt geteld. Maar eigenlijk nog bij het vermogen voor later, van je pensioen, wat nog niet van jou is, zeg maar. Op die manier is het dus voordelig om dat pensioen dus aan die kant te zetten. Maar er kleeft ook natuurlijk een nadeel aan dit soort dingen. Want het is echt gericht op je AOW-leeftijd. Dus wanneer je met pensioen gaat, zeg maar 67 of zo. Zoals gezegd, je betaalt op dit moment geen belasting. Op het moment dat je het opneemt, betaal je minder belasting dan nu. Dus ja, dat heeft heel veel voordelen. Maar het ene nadeel is natuurlijk dat je geld in principe vaststaat in zo'n fonds. Want je mag het pas gebruiken op het moment dat je de pensioenleeftijd hebt bereikt. Wil je het nou van tevoren nog gebruiken? Dat kan natuurlijk, je kunt bij je geld. Het enige wat er dan is over het geld wat je dan terug eruit haalt, betaal je op dat moment inkomstenbelasting. Nou, vaak zal dat een groot bedrag zijn, dus ga dan maar vanuit dat je dan 50% belasting betaalt. En omdat je eigenlijk een beetje misbruik van de situatie hebt gemaakt, want ja, het is dus voor je pensioen bedoeld, maar je gaat het al eerder eruit halen, krijg je eigenlijk ook nog een boete en die is ook nog eens 20%. Dus op die manier betaal je 70% belasting als je het vroegtijdig eruit haalt. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling, dat wil je het ook niet. Dit is echt iets wat je voor de lange termijn doet. Dus het is ook echt geld wat je zeker de komende 30, 40, 50 jaar misschien wel niet nodig hebt. Nou, daarom doe ik het altijd maar met een klein bedrag. Gewoon een extra zekerheidje, zeg maar. Maar het is op die manier dus niet aan te raden om te denken van... hier ga ik zoveel mogelijk geld in stoppen. Want dit levert op lange termijn het meeste op. Ja, dat is misschien zo wel zo. Maar je kunt dus niet tussentijds bij je geld. En dat is vaak altijd wel fijn eigenlijk. Want je zou op dit moment dus andere investeringen wel kunnen verkopen. Terwijl als je dit verkoopt, je eigenlijk vaak al zeg maar 60-70% van je waarde in moet leveren. Dat is dus heel negatief. En een tweede punt daarbij is, ik zei net wel dat je het liefst dus eigenlijk zoveel mogelijk geld hierin stopt, omdat je dus op dit moment geen belasting betaalt, waardoor het heel snel op kan lopen. Nou, daar heeft de Belastingdienst natuurlijk ook in de gaten, dus je bent eigenlijk gelimiteerd aan je jaarruimte, zoals hun dat noemen. En de jaarruimte is een heel lastig begrip. Ik zal daar nog wel een uitgebreide video over maken. Dus ja, jaarruimte, reserveringsruimte heeft een beetje verband met elkaar. Je kunt het op de website van de Belastingdienst uitrekenen. En dat houdt eigenlijk in dat ze gaan dan kijken naar wat je het afgelopen jaar hebt verdiend. Heb je al eventueel ergens pensioen opgebouwd? Allemaal dingen die je, stappen die je kunt benoemen, berekenen. En dan komt er eigenlijk een bedrag uit. En dat bedrag mag je dus dit jaar maximaal in je pensioen steken, in je pensioenbelegging steken, zeg maar. En voor de meeste mensen zal dat niet zo heel veel zijn. Misschien is het nog een paar duizend euro, hangt een beetje af, zoals gezegd, wat je inkomen is. Heb je ergens op pensioen opgebouwd? ZZP'ers is het vaak een wat hoger bedrag, omdat die geen pensioen opbouwen. Maar ben je nou in loondienst, dan bouw je al pensioen op via je werkgever. Zal het bedrag dus wat lager uitvallen. En die reserveringsruimte waar het over gaat, is eigenlijk, die jaarruimte gaat dus over het afgelopen jaar. De reserveringsruimte kijkt eigenlijk naar de afgelopen 7 jaar. Dus heb jij 7 jaar lang niks opgebouwd, dan is het bedrag wat je dus eigenlijk dit jaar kunt investeren nog hoger. Want je kunt die 7 jaar een beetje inhalen. Maar zoals gezegd, dat is een best wel ingewikkeld verhaal. Daar ga ik binnenkort nog wel een keer op in. Maar het is dus niet zo dat je oneindig veel geld erin kan stoppen. Vaak is het voor de meeste mensen misschien een paar duizend euro per jaar, die je dus eigenlijk wel belastingvrij of in ieder geval aantrekkelijk weg kunt zetten. En zeker iets wat is dus voor de lange termijn. Maar bedenk je nou niet dat je 30, 40, 50 jaar vast kunt zetten, dan is dit juist weer niet de slimme oplossing, zoals gezegd. Omdat je dan misschien wel eens 70% van je vermogen moet inleveren op het moment dat je het vroegtijdig eruit haalt. Tot zover deze video met even kort 2 onderwerpen waardoor je in principe belastingvrij of in ieder geval aantrekkelijk dus kunt beleggen. Zoals gezegd kan ik ook veel uitgebreider op deze onderwerpen ingaan, maar dan krijg je dus een langere video. Maar dat komt misschien nog wel. Wil je dat misschien zien? Wil je zeggen van ga maar meer in op groenfondsen. Ga maar meer in op de jaarruimte bijvoorbeeld. Pensioen beleggen. Laat dat even weten onder deze video. Als je vragen hebt kun je die natuurlijk ook achterlaten onder deze video in de reacties.
Of je komt naar onze Discord chat. Inmiddels zitten we al bijna 90 mensen in een soort chatroom. Je kunt gewoon via je telefoon, tablet, computer met verschillende kanalen praten. Alle onderwerpen die we op dit kanaal behandelen komen daar ook ter sprake. Dus persoonlijke financiën, investeren en beleggen, passief inkomen. Zoals gezegd, best wel veel nieuwsdingen die we bespreken. Mensen die vragen hebben, daar kunnen andere mensen weer beantwoorden. Die hebben misschien ervaring mee. Meer dan 90 mensen, of bijna 90 mensen op dit moment, zijn daar actief. De link naar onze Discord-chat zal ik ook onder deze video plaatsen. En je bent nog steeds naar deze video aan het kijken, dus waarschijnlijk is het een interessante video geweest. Wil je nou meer van dit soort video's zien? Dan kun je eigenlijk hier onder de video in het hoekje ook abonneren. Dan mis je nooit meer een video. De komende video zal bijvoorbeeld gaan over het Excel-bestand over je hypotheek. Wat nou gebeurt er nou als je extra hypotheek gaat aflossen? Welke invloed heeft dit op je maandbedrag? Nou, dat Excel-bestand ga ik dus in de komende video uitleggen. Dus als je dat niet wil missen, zorg dan zeker dat je geabonneerd bent. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.